hebben in de studio de heer Jamal Janssen. Hij is de onderdirecteur, tevens PR officer van Brahesea Winery. Zeg ik het goed, heer Janssen? Helemaal goed gezegd, helemaal. Oké, welkom. En ik moet zeggen, een apart soort interview, want de heer Janssen die is met wat demonstratiemodellen gekomen, maar daarover straks meer. Maar zijn bedrijf doet mee aan de ACS-beurs. Yes. Waarom eigenlijk? Nou, de ACS-beurs is een, ik zag de ACS-beurs als een heel goede kans, gelegenheid, om internationale netwerken en banden vast te leggen. En dat is inderdaad geweest ook. Het is een beurs waarbij we heel veel hebben geleerd, heel veel hebben kunnen netwerken en goede partnerschappen, goede gesprekken hebben kunnen voeren. Is dit de eerste keer dat jullie participeren aan een beurs? We hebben eerder genoeg beurzen meegedaan. Maar een beurs op dit niveau eigenlijk komt niet zo vaak voor. Een beurs op dit niveau is, ik denk dat ACS hoog in het vaandel staat. Ja. Zal er een vervolg moeten komen? Sowieso. Er zullen heel veel beurzen moeten zijn die eigenlijk die de ondernemers eigenlijk op deze manier ondersteunen. Met de hele aanpak van de opzet van de beurs eigenlijk. De accommodaties die je krijgt eigenlijk qua in de boot eigenlijk, is een hele ondersteuning voor de ondernemer. Want zo'n goede uitpak kunnen heel veel ondernemers jammer genoeg niet doen. Maar ACS ondersteunt wel sowieso daarin dat je een behoorlijk goede indruk kan maken bij het publiek. Ja, een van de belangrijke zaken tijdens zo'n beurs is dat bedrijven met elkaar gaan partneren, ja. Afzetmarkten zoeken. Is dat tot nu toe gelukt? Ja, sowieso. We hebben een heleboel aanvragen gehad. Een heleboel interesse in ons bedrijf. We hebben een heleboel gesprekken en pending eigenlijk. Gesprekken die nog verder gevoerd zullen worden na deze beurs. Dus het verwacht wel iets moois te worden hieruit. Dus ik mag gevoeglijk aannemen na de beurs. Kan ik een fles wijn van uw bedrijf in een supermarkt in Barbados vinden? Ja, het mooie is sowieso, de heren van Chili bijvoorbeeld, van Mexico, die van Trinidad, de legaan van Trinidad, die is eigenlijk volgens mij al bij de dag gekomen. Okay. Hij is volgens mij hier een fles opgedaan en hij is daar net weer geweest. Dus ze staan er inderdaad versteld van. Het mooie ervan is, Mexico gaf bijvoorbeeld aan dat ze in Mexico een van de voornaamste exportproducten aubergine is. Er is dan de boulanger wijn die wij kennen. Het is hun voornaamste exportproduct. Maar ze hebben nooit aan kunnen denken om een wijn van te kunnen maken. Ja. Dus die stond helemaal versteld voor dat wij als Surinamers wel daaraan hebben kunnen denken om een wijn te produceren van iets dat hun volop hebben. Dus ze staan er inderdaad voor open voor die samenwerkingen. Oké, geweldig. U bent hier om uw producten, zal ik zeggen, te verkopen. En hier heb ik Branco Wine. Dat is niet het enige product dat ze hebben. Moet ik naar daar of naar daar? Oké, Branco Wine, dat is een van de producten van Brahesea Winery. Nou, ze zeggen, wijn is gezond voor het lichaam, maar niet te veel natuurlijk. Meneer Janssen, vertelt u maar. De smaken en waarom zou ik het moeten kopen? Het mooie is zoals jij het hebt gezegd, het is gezond voor het lichaam. Maar het leuke ervan is, we maken altijd een grapje van dat je eigenlijk je groente drinkt. Ja. Want heel veel mensen zijn bang voor boulanger. Ja. Wij kennen het als boulanger, netjes gezegd is het aubergine. Heel veel mensen, als ze komen, is het, ik eet het niet, nooit gegeten, vind het niet lekker. Maar als ze mochten het zijn, soms doen we een blind tasting met de mensen. En dan drinken ze het en dan vragen we, oké, wat vind je ervan? Ja, het is heerlijk, het is heerlijk. Weet je dat het aubergine is geweest? Oh, is boulanger. Dus ja. Die boulanger wijn is sowieso een verrassende smaak. Uh-huh. Hij is best verrassend voor het algemeen. En dat is deze. Yeah. En naast de boulanger hebben we dan nog de Pomarac wijn. Pomarac is een heerlijk zachte zoete wijn. Die staat in het midden. En dan heb je ook de kersenwijn. Uh-huh. Het zijn drie verschillende tropische wijnen. Voornamelijk zoete wijnen die we nu hebben. We zijn nu in productie bezig met de droge wijn. Uh-huh. Want de droge wijnmarkt drinken in Suriname, die is best groot. Dus we zijn nu bezig met het produceren van het droge wijn. U zei boulanger. Ja. En wat boulanger, Pomarac en kers. Is dat een unicum? Is dit ooit eerder al vervaardigd door een ander bedrijf? Of zo? Ja, er is een ander bedrijf die ook 40 diverse smaken heeft. Dus eigenlijk, wij Surinamers focussen op non-grape wines.
Want het publiek is eigenlijk gewend aan, als je praat over Carlo Rossi, Lamotte en dergelijke, die zijn allemaal van de grape wines. En Suriname produceert non-grape wines. Zoals ik al eerder zei, er is een ander bedrijf die 40 diverse smaken heeft. Maar wij van Brazilia Wines, die focussen op de kwaliteit en daarna de kwantiteit. Dus wij hebben nu voor nu 3 smaken, de Pomerac, de Aubergine en de Kers, die we willen perfectioneren. Alvorens we perfectioneren en ready maken om internationaal te kunnen gaan. Alvorens we verder gaan uitbreiden. Maar je kan inderdaad met alle soorten... Een mooi verhaal van onze wijn eigenlijk, waar het idee daarachter is... mijn grootoom, dat is Henry geweest, Henry. En die had de sappenfabriek. En hij maakte eigenlijk... Iedereen's oma wel eens heeft ooit eens een wijn gemaakt onder de grond van Jamu. De Jamu wijn is een van de eerste wijnen die eigenlijk alle oma's, alle opa's ooit eens hebben gemaakt vroeger. Het was voor hun een soort van survival ding, om eigen voorraad van alcohol te maken. Maar ja, het werd niet gezien als een innovatief ding. Dus wij als jongere generatie hebben de waarde eigenlijk gezien van het maken van de wijnen. Ja. Is uw bedrijf in staat om zowel de lokale als de buitenlandse markt te voorzien? Sowieso, we werken natuurlijk, nu zijn we nog in de fase waarbij we Suriname het product op de Surinaamse markt willen brengen. Maar we streven sowieso naar om internationaal te gaan. Het groeiproces is een langzaam maar zeker proces. Sowieso met het ondernemen in Suriname heb je een heleboel nedervallen. Maar elke dag is voor ons een leerproces. Om te kijken naar, maar we blijven ons richten op ons doel. En de Suriname op de kaart brengen qua wijnsoorten. Voor dit moment, welke smaak valt het meest in de smaak? Nou, voor iedereen gaat het een beetje anders. Uh-huh. Maar zoals ik het eerder zei, de meest verrassende is de aubergine. Okay. Die is waarvoor men het meest bang is eigenlijk. Die vinden ze juist het lekkers. Dus de aubergine wijn die slaat hard. En daarna heb je de Pomerac wijn. Boulanger wijn. Dus eigenlijk drink je, zoals je zegt, drink je groente. Je groente. Hoe gezonder kan het nog worden? Precies. Oké, we gaan afsluiten, meneer Jansen. Misschien heeft u nog wat toe te voegen. Nou, ik ben sowieso dankbaar voor deze opportunity. Dus de wijnen zijn verkrijgbaar in diverse slijterijen en winkels. Onze social media kanalen, Brazilia Winery, daar vind je alle informatie op welke locaties de wijnen verkrijgbaar zijn. Dus ik nodig de mensen hieruit om de exotische smaken die we te bieden hebben, te proberen om het Surinaamse vruchten eigenlijk een beetje anders te ervaren. Dus check onze social media pagina, Brazilia Winery, voor alle informatie omtrent deze aparte wijnen. Dankjewel en succes. Dankjewel.